Ik zeg u, als de andere alleen nog samenvalt met zijn functies, is alles om zeep. Heidegger zei, alleen een God kan ons redden. Ik weet het ook wel. Dat klinkt in deze tijden als een scheet in een kerk. Maar lees die woorden gerust anders, zonder wie hier ook. Alleen een deus ex machina, alleen wat van buiten het functionalisme komt en plaatsneemt in dat functionalisme, kan ons redden. Wat is cultuur? Het opwekken van nieuwsgierigheid bij de anderen. Wat is nieuwsgierigheid? Openstaan voor iets wat we nog niet kenden, voor iets wat we nog niet durfden te kennen, voor iets waar we het pertinent niet mee eens zijn, voor iets wat ons aan het denken zet, voor iets wat ons denken kittelt, iets wat ons denken over onszelf en wat we willen of niet willen op losse schroeven zet. Er is nood aan plekken waar geen enkele controle bestaat. Een plek waar de supercomputer geen vat op heeft. Een plek waar meningen kunnen worden gevormd die onze eigen mening in vraag stellen. Omdat er veel te veel is dat niet langer wordt gezegd. Vervelende stemmen, zoetgevoisde stemmen, dissidentenstemmen die het mogelijk maken dat er eindelijk weer gedacht en gediscussieerd kan worden. Wij hebben een voorstel. Laat ons een plek maken die een vrijplaats is, waar vrij kan nagedacht, geruzied en gefantaseerd worden, maar laat het wel geen vrijblijvende plaats zijn. Een plek die gonst van gedachten, die niet op voorhand weten waartoe ze zullen leiden, omdat net dat niet weten, dat niet functionele, het hart is van ons denken. Van ons verlangen. Van onze goesting. Geen richtingloos denken, maar denken zonder grenzen. Een denken dat niet gedomesticeerd wil worden. Laat het niet een plek van bakstenen, maar een reizende plek zijn. Altijd in beweging, zowel letterlijk als figuurlijk. Laat ons op bezoek komen, als het ware, in uw functionalisme. Laat ons een soort virus zijn voor elkaar. Elkaar aantastend, zodat we er beiden op de duur alleen maar sterker van kunnen worden, omdat we gedwongen zullen worden tot een creatief antwoord. Laat ons de luis in de pels zijn, de horzel in de nek, de olifant in de porseleinwinkel van de academische wereld. De academische wereld. Het grote woord is eruit. Academische wereld en kunstwereld. Ze lijken niets met elkaar te maken te hebben. Ze lijken elkaars lachwekkende kant. Voor de academicus is de kunstenaar een onverantwoorde losbol. Voor de kunstenaar lijkt de academicus iemand die alleen maar in regeltjes denkt. So what? So what? So godverdoeme wat? De vrijplaats voor het denken is een uitnodiging voor beide partijen. Zowel voor kunstenaars als voor academici. Wij kunnen weinig of niets beloven, dames en heren, maar we kunnen wel beloven dat we jullie hoer niet zullen zijn, niet jullie schaamlap, geen parasiet, geen hofnar en geen huisdier. Probeer ons niet te temmen of probeer ons wel te temmen met uw systemen. Wij zullen u verontrusten met de wildheid van onze gedachten. Laten we elkaar uitdagen. We zullen u vragen stellen die u versteld zullen doen staan. Soms van onwetendheid, soms van andersbegaafdheid, soms van wildheid. Maar we zullen u gegarandeerd naar de kelders brengen in uw eigen gebouwen, waarvan u het bestaan niet had vermoed. Leg ons maar op de rooster. Vertel ons hoe u denkt te denken, hoe u had willen denken. Laat ons risico's lopen met elkaar en laat ons kunstenaars een traditie verder zetten die al begonnen is bij de eerste kunstenaar. Het duizenden jaren oude verhaal van kunst. Niet te vinden wat is, maar wat wordt. Niet wat nu is, maar wat ooit, toen, misschien, eventueel, misschien ook niet. Maar kijk, kijk dan toch, ga in dat gras liggen, kijk dan toch eindelijk een keer. Hebt gij ooit al iets gezien dat zo krankzinnig mooi is
als een formule dat zo misselijkmakend anders is, dat zo, hoe noem je dat, hoe zullen we ooit de juiste woorden vinden? Nee, niet die formule, dat is geen formule. Ik had nooit gedacht dat je het van die kant kon bekijken, zoiets. Zoiets. En terwijl we in het gras liggen, zegt iemand, het kunstwerk heeft geen doel. Pardon, antwoord je. En de stem zegt, de weg die het aflegt, is het doel. Je fronst even de wenkbrauwen, gaat dan weer op je rug in het gras liggen. Ja, zeg je. Ja. Spreek me tegen, zegt die stem. Spreek me tegen, zodat ik zin krijg. Spreek me tegen, opdat ik zou kunnen bestaan. Dank jullie.